Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van De Economie Zet Voort. Het programma dat zich bezighoudt met de actuele zaken binnen onze economie. Vandaag heb ik te gast Mike Rinders. Mike, stel je voor. Nou, ik ben Mike Rinders, hoogleraar economische wetenschappen aan de Universiteit van Winterswijk. Oké. Vandaag gaan we het hebben over de AOW-leeftijd. Onze stelling luidt, moeten we de AOW-leeftijd verhogen of verlagen? Maar wat houdt nou precies de AOW in? De Algemene Ouderdomswet, de AOW, regelt in Nederland het verplichte collectieve ouderdomspensioen dat als algemene basis dient voor een Nederlandse ouderdomspensioen. Verzekerd voor de AOW zijn de ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen van Nederland, die bepaalde inkomsten in Nederland genieten. De AOW is een van de zogenoemde volksverzekeringen. Nou, met de afgelopen crisis net achter de rug is het inkomen van de gemiddelde werknemer sterk gedaald. Hierdoor wordt er minder belasting betaald en zijn er minder inkomsten voor de overheid. En meer uitgaven voor een grotere werkloosheid. Tijd voor een besparing dus. Een van de onderdelen voor besparingen is het pensioen. Door de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar, kan er zo'n 4 miljard per jaar worden bespaard. Maar hoe gaan de beslissingen voor deze ingrijpende besparingen te werk? En wat zijn de gevolgen? Driekwart van de werkgevers wil een afvloeiing van de oudere werknemers via een vervroegd pensioen als crisismaatregel om de arbeidskosten te verlagen. Wat heeft u daarop te zeggen? Nou, door dat oudere werknemers eerder ontslagen worden, dus eerder met pensioen gaan, dalen de arbeidskosten voor de werkgevers. Maar dalen ook de inkomsten via loonbelasting voor de overheid. En doordat ze met pensioen gaan, moeten de uitkeringen ook stijgen van de overheid. Daardoor houdt de overheid dus veel minder geld over als dat over heel het land gebeurt. Okay. Nou, het is eigenlijk maar net hoe je bekijkt. Want als ondernemers zomaar oudere werknemers zouden ontslaan en dus jongere werknemers in dienst kunt nemen. Want die jongere werknemers die zijn natuurlijk veel goedkoper dan die oudere werknemers. Hiermee dalen de kosten voor de ondernemer en ten tijde van de crisis zou het best gunstig moeten zijn. Ja, maar nu praat je alleen over de ondernemers en werkgevers. Maar als jullie jongeren laten werken voor de werkgevers en ouderen ontslaan, dan dalen dus de inkomsten van de overheid en de uitgaven stijgen. En daardoor kan dus door de overheid minder geïnvesteerd worden in onder andere de bedrijven. Oké, nou dat klopt. Maar ten tijde van crisis moeten bedrijven natuurlijk wel kunnen doorgroeien en niet worden geremd door de overheid. En daar zijn juist die investeringen voor van de overheid. Dat brengt mij tot mijn volgende vraag. Is de deeltijd-WW hier dan wel een oplossing voor? Want door de deeltijd-WW hebben werkgevers de optie om werknemers tijdelijk minder te laten werken, zonder dat ze ontslagen hoeven te worden. Als de economische situatie verbetert, kunnen de werknemers weer volledig worden ingezet. Nou, dit zou een oplossing kunnen zijn. Maar dit alternatief heeft niet of nauwelijks zin om dan ook nog de AOW-leeftijd te verhogen. En dat is waar het hier om gaat. Want de AOW-leeftijd, als je die verhoogt naar 67 jaar in combinatie met deze maatregel, dan worden de kosten voor de overheid worden er niet minder van. Worden alleen verspreid over meerdere jaren. En op 67-jarige leeftijd heeft de overheid evenveel kosten gemaakt als dat met een AOW-leeftijd van 65 jaar zou maken. Precies. En daarmee hebben we natuurlijk ook geen antwoord op de vraag of de AOW-leeftijd verhoogd of verlaagd moet worden. De AOW-leeftijd kan verhoogd worden, maar in ieder geval niet in combinatie met deze maatregel. Wat is dan volgens u wel de geschikte oplossing om het probleem van vergrijzing en daarmee de stijgende AOW-uitkeringen op te lossen? Nou, ik zou de AOW-leeftijd verhogen tot 67 jaar. Maar dan zou ik ook voor de werkgevers een kleine vergoeding instellen voor als ze een aantal, of ja, één of meer oudere werknemers in dienst hebben, zodat ze
niet meteen alle oudere werknemers ontslaan omdat de jongeren veel goedkoper zijn. En de vergoeding moet zo klein mogelijk zijn, zodat de overheid geen verlies maakt ten opzichte van het jaar ervoor. En daardoor, door een kleine vergoeding, kan de werkgever net zo goed een oudere werknemer aannemen, net zo goed als een jongere. En de overheid maakt er dus geen verlies op, de werkgevers heeft er geen last van. Alleen de werknemer moet 2 jaar langer doorwerken, maar dat is nu eenmaal nodig om de vergrijzing, om al de bejaardenuitkeringen, of bejaarden, de AOW-uitkeringen te kunnen betalen voor de ouderen van de toekomst. Ja, en hiermee volgen we dus de AOW-leeftijd en houden we rekening met de pensioengerechtigden van u. Toch? Dat klopt. En dit proces dat de AOW-leeftijd wordt verhoogd tot 67 jaar, dat willen wij doen in de komende 24 jaar, waardoor elk jaar wordt 1 maand bij het pensioen opgerekend. Oké, nou, ik vind het een uitstekende regeling, maatregel. Ik wil hier niks aan toevoegen. Hiermee sluit ik af voor vandaag. Dit was de Economie Zet Voort.